Groep 4, ik hoop dat jullie een heel fijn weekend hebben gehad. Ik ga vandaag met jullie kijken naar de rekenles van vandaag. En dat is de rekenles blok 3, week 2, les 1. Wat heb je nodig vandaag? Je rekenboek, je rekenschrift, je wisbordje. En als je een kralensnoer mee hebt gekregen naar huis, dan mag je ook je kralensnoer erbij pakken. Wat gaan we vandaag doen? We gaan tellen met sprongen van 10 op de getallenlijn. Dat hebben we vorige week ook al met elkaar geoefend. We gaan samen even hardop tellen van 0 tot 100 met groepjes van 10. Heb je een kralensnoer, dan mag je steeds dat op je kralensnoer doen. Heb je geen kralensnoer, dan kun je het met sprongetjes van 10 op het wisbordje schrijven. Maar het mag ook uit je hoofd. Tel maar samen met mij mee. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hartstikke goed. Vind je het fijn, dan kun je het altijd tussendoor even op pauze zetten. Nu gaan we hardop terugtellen van 100 naar 0. Dit doe je ook weer met groepjes van 10. Heb je een kralensnoer, zet je eerst alle 100 kralen aan één kant van het snoer. En dan schuif je ze de andere kant weer op met terugtellen. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20... 10, 0. Oké, nog een oefening. Je gaat tellen van 3 tot 53. Dat doe je of op je kralensnoer. Je zet 3 kralen op en je schuift er steeds 10 bij. Of je doet dat op je wisbordje. Je begint met 3 en je gaat sprongen van 10 maken. Dus zo, je begint hier met 3. Een sprong van 10. Waar ben ik dan? Dan ben ik bij 13. En dat doe je tot je bij 53 bent. Veel succes! Als je dat hebt gedaan, dan mag je van 8 tot 68 met sprongen van 10 gaan doen. Doe je of op je wisbordje of weer op je kralensnoer. Zet hem tussendoor even op pauze als het nodig is. En dan gaan we verder kijken naar de som 2 in je boek. Op bladzijde 40. Ik heb 17 euro in mijn kassa. Er komt steeds een briefje van 10 bij. Hoeveel euro zit er in mijn kassa als ik er 17 heb en ik doe er 10 bij? Dit mag je op je wisbordje meeschrijven of met je kralensnoer. Als je het weet, kun je op je wisbordje het getal schrijven. Ik doe het hier even voor. Ik heb 17. Ik doe er 10 bij. Dan ben ik bij 27. Doe ik er weer 10 bij, waar ben ik dan? Schrijf het maar op je wisbordje. Doe het op je kralensnoer. Als het goed is, had je ontdekt dat je bij 37 bent. Weer 10 erbij, dan kom je, als het goed is, op 47. Weer 10 erbij, doe dat maar op je wisbordje of op je kralensnoer. Dan ben je bij 57. Weer 10 erbij, dan ben je bij 67. Ik ga met jullie nu even met sprongen van 10 vanaf de 17 tellen. 17, 27, 37, 47, 57, 67. Het aantal eenheden, dat zijn de losse waar ik nu het pijltje bij zet, die blijven steeds hetzelfde.
Dus de 7 blijft steeds hetzelfde. Er verandert alleen steeds iets in mijn tiental. En de tientallen, dat zijn 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 enzovoorts. Dus er verandert in dit rijtje alleen iets bij de tientallen. En dat komt omdat je er steeds een sprong van 10 bij doet. Dus een mooi rond getal doe je er steeds bij. Dus dan blijft 7 hetzelfde, de eenheden. Er verandert alleen iets in de tientallen. Oké, gaan we naar som 3. Want je gaat som 3 maken in je rekenboek. Maak sprongen van 10. Hoe schrijf je dit op in je rekenboek? Je schrijft naast de kantlijn een A. Dan schrijf je op 35. Sprong van 10. Erbij kom ik bij 45 en ik schrijf dat als volgt zo op in mijn schrift. Ik doe er een streepje tussen. Dus ik schrijf de getallen van dit rijtje achter elkaar met steeds een streepje ertussen. Weer een sprong van 10 erbij. Dan kom ik bij 55. Weer een sprong van 10 erbij. Dan kom ik bij 65. Weer een sprong van 10 erbij. Dan kom ik bij 75. En weer een sprong van 10 erbij. Dan kom ik bij 85. Zo ga je dat onder elkaar, deze getallenlijnen schrijven. Dus onder de A komt de B, dan de C, dan de D en dan de E. Vind je het moeilijk, dan gebruik je je kralensnoer erbij. Dan zet je 35 op je kralensnoer, sprong van 10 erbij. Waar ben ik dan? Dan schrijf je dat in je rekenschrift. Je kunt ook altijd je wisbordje erbij gebruiken om het uit te rekenen. Dus som 3 moet je als volgt maken. Dan gaan we nog som 1 maken. Som 3 en som 1 moet je vandaag maken. Bij som 1 zijn het familiesommen. Als ik weet dat 6 erbij iets is 10. Ik weet dat ik bij de 6 er 4 bij moet doen. Want 4 en 6 zijn verliefd op elkaar. Als ik deze som dan weet, 6 erbij 4 is 10, dan weet ik ook 16 erbij 4 is 10. Want er zijn een tiental is erbij gekomen. Dus dan wordt dit een 4, want het is familie. Als ik de bovenste som weet, 6 erbij 4, weet ik ook 16 erbij 4, weet ik ook 26 plus iets is 30, weet ik ook 16 erbij iets is 30, 40 en weet ik ook 46 er iets erbij iets is 50. Ik wil dat jullie hierbij de hele rijtjes gaan opschrijven, de hele som. Dus ik krijg 3 rijtjes met de hele sommen. Nou, ik denk dat het zo wel was. En ik wens jullie veel succes. Zijn er nog vragen, dan kun je die altijd stellen bij de juf of bij de meester. Wij zijn wel momentjes online en anders kunnen papa of mama ons even een berichtje sturen. En dan weten we dat we even contact met jullie moeten opnemen. Nou, we wensen jullie veel succes en een fijne dag.